Ik ben Joost Scherms. Ik werk hier ondertussen een kleine 4 jaar aan de VUB. Dus ik werk aan de cyberlexprothese, waarmee we nu gaan deelnemen aan de cyberlab. Het is een heel nuttige richting, denk ik. Het is niet alleen de uitdaging van aan een elektromechanisch ontwerp te werken, dat redelijk complex is, maar ook het feit dat je iemand, dus de mensen die een amputatie ondergaan hebben, de mogelijkheid bestaat dat je die daarmee kunt helpen, is heel aangenaam. Dat heeft verschillende functies. Eerst en vooral is het een mooie gelegenheid om te tonen waar we hier mee bezig zijn aan de VUB en welke technologie dat we hier ontwikkeld hebben of aan het ontwikkelen zijn. En het is ook een mooie push, denk ik. Dus het geeft de technologie, of dat is toch de bedoeling, een push in de goede richting. Los van het feit dat we ontwikkelen hier mooie prototypes, maar het geeft ons een gevoel, het geeft ons een beter gevoel dat de technologie effectief voor iets nuttig is. En ik denk dat dat ook effectief het geval is. We zien dat hier nu aan de testen die we doen. Het feit dat mensen met een amputatie op een normale manier een trap kunnen nemen, dat ze met hun eigen prothese niet kunnen, dat is een mooi doel. In het geheel is het een mooi initiatief om de technologie verder te pushen, dus uit de labels te duwen en echt meer te gaan luisteren naar wat de mensen nodig hebben en ook de technologie daarop af te stemmen. Ik verwacht dat we eerst en vooral kunnen aantonen daar wat we al kunnen bereiken nu met de technologie die we hier ontwikkeld hebben. En dat we kunnen tonen dat we nuttig werk verrichten. We krijgen nu die feedback al van de mensen die onze prothese getest hebben, maar als we echt zouden kunnen tonen, dat zou mooi zijn. Ik denk niet dat we naar daar gaan om te winnen. Ik denk ook dat we weinig kans maken. Misschien moet ik dat niet zeggen. Nee, mijn vrouw is momenteel hoogzwanger, dus ik denk dat het veiliger is dat ik naar Zwitserland afreis.